Zij vroeg mij een tijdje geleden of ik samen met haar een podcast wou opnemen over het moederschap. Nou, Melissa, van harte welkom bij de Happy Me, Happy Mama podcast. En toen dacht ik heel slim te zijn om de instelling helemaal te resetten. Dat gebeurt mij dus weer, mama Rose. Ja. Zitten jullie in de kast? Oh. En waar is Guus dan? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik begin de vlog op de maandag. Ik heb gisteren gewoon nog even doorgevlogd op mijn oude vlog. De oude weekvlog. Het is nu 8:45. Ik ben even de meisjes melk aan het geven en dan ga ik Siem zo wegbrengen naar school. Daarom ben ik Guus nu weg en die komt dan terug. Want ik ga, nadat ik Siem heb weggebracht, ga ik naar kantoor en dan heb ik een afspraak met Happy Me, Happy Mama podcast. Zij vroeg mij een tijdje geleden of ik samen met haar een podcast wou opnemen over het moederschap. Wat het moederschap voor mij betekent en hoe ik zelf tijd voor mezelf maak. En, nou ja, bepaalde vragen en dat leek me wel leuk. Dus dat is zo meteen. Zo, ik ben op kantoor, drink even een kopje koffie en dan wacht ik even op Lisa van de podcast. En dan gaan we zo een podcast opnemen. Superleuk. Nou, Melissa, van harte welkom bij de Happy Me, Happy Mama podcast. Superleuk dat je te gast wilde zijn. Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ja, en nou ja, er zijn misschien ook nog mensen die jou nog niet kennen, dus zou jij jezelf voor willen stellen aan de luisteraars? Ja, ik ben Melissa de Korte, ik ben 26 jaar en getrouwd met Daniel. En samen hebben wij 4 kinderen, Siem is 4, Guus is 3 en onze tweelingmeisjes Jet en Fien zijn 1. En je bent op dit moment... Zo, ik ben al even thuis. De podcast was heel leuk. Dat was vanmorgen dus, zoals je kon zien. We hebben gehad over moederschap. Ja, we hebben gehad over moederschap en de leuke kanten en de minder leuke kanten. En wat ik een uitdaging vond. En, nou, binnenkort is dat te luisteren. Dus nu hebben we even gegeten. Het is 10:30. En dan moeten we zo Siem ophalen, hè? Guus? Ja, even snel gegeten en dan gaan we zo Siem ophalen. En hoe was het op school, Guus? Hoe was het op school? Ja, Guus kwam thuis met de hele zandbak, hè? Ik zal zijn schoenen even laten zien. Kijk dan, helemaal onder het zand. Drie kindjes liggen op bed. Ik heb net de was aangezet. Ik moet even vanmiddag de wasjes knallen, want daar heb ik vanmorgen geen tijd voor gehad. En nu maak ik even een tomatensoepje. Deze van Jumbo. Normaal gesproken maak ik altijd tomatensoep gewoon helemaal vers met tomaten. En dit is ook vers, maar dan doe ik het altijd helemaal zelf. En nu vind ik het wel even makkelijk voor door de week. Lekker gezond. Ja, dus dat ga ik nu even doen. Dan komt zo om 4:30 alweer een vlog online. Dus die moet ik zo even... Die staat al gepland. Maar die moet ik dan nog even op Instagram vermelden. Dus ik ga nu maar even soep maken. Wat ik nog vergeten ben met soep maken is mixen. Ik moet er even met de staafmixer doorheen en dan is de soep klaar. En ik was nog wat vergeten in de winkel. Als Daan zo thuis is, moet ik nog even croutons halen. En we doen stokbrood erbij, maar ik had helemaal niks op het stokbrood. Dus dat moet ik nog even kopen.
En dan kunnen we lekker eten. Na het eten moet ik boodschappen doen. Elke maandagavond doe ik boodschappen. Dus dat ga ik doen. En verder vanavond gaan we lezen. En einde van de avond heb ik nog Hunted kijken. Dus ik ga nu even mixen. Ik heb dat misschien wel eens verteld hier, maar altijd als wij soep eten, doe ik altijd stukjes brood door de soep voor kinderen. Dan is het makkelijk lepelen en is het gelijk wat voedzaam met een boterham. Dus vandaar. Gaan we lekker soep eten zo? Nee. Ja? Nee. Lekker? Nee. Nee. Stokbrood zit al in de oven. Papa komt zo thuis. Het is vandaag dinsdag. 9:10 en we gaan zo Simi wegbrengen naar school. De jongetjes die staan te poker om in de auto te gaan. Als we nu weggaan, dan zijn we een beetje te vroeg. Ja, jullie moeten nog de jasjes aan, hè? Mama, ja. Jasje aan. Mama, ja. Je moet eigenlijk ook nog even een sjaal of zo hebben, hè? Lekker warm. Mama. Nou. Dit is mama. Die baby komt. Zo. Dat wordt prima aan de maxicozy, maar het is toch altijd van een autostoel, hè? Ja, dat zie je veel meer. Onderweg, het is 8:30. We gaan Sina brengen. Ik heb even geen make-up op, maar ik heb geen tijd voor gehad vanmorgen. En als we straks terugkomen om 9:30, dan moet ik er even een fruitje knallen. Want ik moet om 10:45 alweer weg. Vanmorgen moet ik naar Loop 3 met Guus. Ik moet om 10:45 weg. Dus ik heb niet heel veel tijd vanmorgen. Maar ik moet echt even bedden verschonen en een beetje huishouden. Dus ik ga het fruitje erin knallen straks als ik terug ben om 9:30. En dan ga ik het huishouden doen. Ik zie dat mijn accu bijna leeg is. Heel fijn. Nou jongens, ik kan weer filmen. Zo dom. Vanmiddag stond ineens Panorama ingesteld en ik kreeg het niet weg. En toen dacht ik heel slim te zijn om de instellingen helemaal te resetten. Maar goed, deze hele camera is helemaal goed ingesteld. Het was allemaal weg. Ze zijn vanavond mee bezig geweest en nou lijkt hij weer helemaal goed te zijn, hoop ik. Dus ik ga morgen nog even goed naar kijken bij daglicht. Maar goed, morgen. Het is vandaag woensdag. En de kindje hoeft niet naar school. Ik heb vandaag mijn bril op, want ik heb echt een heel vervelend oog. Het is hier heel gezellig. Oh, Sim is echt met het verkeerde been naar bed gestapt. Ja, dat dus. Ik ga zo de meisjes even onder de douche doen. En de jongens moeten nog de kleren aan. Die zitten op de pyjama. Ik heb net mijn samenwerking met Blue Mon online gezet. Die heeft nu een fijne Black Friday actie. Maar daar hebben jullie natuurlijk niet zoveel mee als je online komt. Kleren aan? Ja. Ja? Gaan we naar boven dan? Sim, ga je ook mee? De meisjes hebben net... ze moeten nog fruit. Ik heb ze net lekker gedoucht. En dan gaan we zo eens even lekker fruitje eten, jongens. Guus, wat wil jij voor fruit? Een appel. En Sim? En Sim? Sim, wat wil jij voor fruit? Ook een appel. Nou, dan gaan we een appeltje pakken. Wat gebeurt mij dus weer? Kijk dan, al die fruitschillen op de grond. En dan moest hij in dit bakje, maar. Oh, morning. Het is vandaag donderdag. En wat hebben we vanmorgen al gedaan, Guus? Wat hebben we vanmorgen al gedaan? Wie hebben we weggebracht naar school? Sim, hè? We hebben Sim naar school gebracht vanmorgen. En het was voor 1,5 gestresst. Ja, we gingen iets te laat op bed. En toen moesten we haasten en rennen en vliegen. Maar hij is weer op tijd weggebracht. Ja, hè? Guus kijkt heel eventjes brandweerman Sam. Ik heb even snel een kopje koffie gedronken. Ik ga nu even snel fruit maken voor iedereen.
En dan ga ik als een mal door het huis, want het is echt één grote bende. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik hoef Sien gelukkig niet op te halen vandaag, dus ik heb even flink de tijd om door te knallen. Dus dat ga ik zo doen. Kan tegen heel veel rommel. Alleen hier krijg ik echt error van. Ik zal het even laten zien. Deze rommel, daar krijg ik echt error van. Oh. Hoe kan ik hier stofzuigen? Nee, als ik zo op bed lig, dan hou ik even het speelgoed op en ga ik dan stofzuigen wijden. Want dit is gewoon niet te doen. Dit is het boeket van vorige week. Super mooi nog. Ik heb er een paar bloempjes uitgehaald, omdat de meisjes die al kapot hadden gemaakt. En zo is het nog. De benedenverdieping is zo goed als schoon. Ik moet nog even stofzuigen dweilen als hier het speelgoed weg is. En nog even de gang. En dan heb ik even een beetje rust in mijn hoofd. Ik kan tegen heel veel rommel, wat zoals net al zei. Alleen als het heel lang duurt, dan word ik wel rustig in mijn hoofd. Dat is echt opgeruimd huis. Het is een opgeruimd hoofd. Nu gaan wij even eten. Ik heb twee ijsjes voor mezelf. En ik heb hier nog een krentenbol. En de rest gewoon brood. Dus. Mama Roze? Ja. Zo, mama die. Wauw. Paars. Hi-yo-ki. Niet met je handjes aan zitten. Dan heb je hele vieze handjes. Hier krijg ik dus ook error van. Ik vind dit verf en zo, vingerverf en waterverf, vind ik altijd zo vies. Allemaal vies. En ze worden altijd smerig. Hou er nooit zo van. Maar ja, ze vinden het leuk. Vandaag gaan we onder de douche. Ze zijn op die. Hoi, die. Die? Tijd voor koffie. Het is 3:50. Dan drink ik even snel een kopje koffie. En dan ga ik de meisjes naar bed halen. Guus heeft lekker geslapen, je hebt net naar bed gehaald. We eten vanavond. Kami. En eigenlijk het allerlekkerste van de hele maaltijd is... Kloepoep. Zo lekker. Ik ben twee jongetjes kwijt. Waar zijn ze nou? Hé? Sien en Guus. Hey! Zitten jullie in de kast? Oh. En waar is Guus dan? Hallo? Zaten jullie in de kast? Nou, we gaan eten. Lekker bami, hè? De meisje wel lekker kroepoekje gehad. Ze hebben honger. Altijd huilen, hè? Altijd huilen als we nog niet kunnen eten. We gaan eten. Het is nog warm. Nou, waar ben je allemaal aan het tekenen, Guus? Wat is dat? Nieuw. Goed zo! Morning! Het is vandaag vrijdag 9:10. Daarna brengt ze Guus even naar school. Dus Guus is vanmorgen op school. De rest van de kindjes zijn wel thuis. De meisjes zitten hier nog even, die drinken nog even melk op. En wat gaan we vandaag doen? We gaan boven even schoonmaken. Gisteren hebben we natuurlijk beneden schoongemaakt. Nu gaan we boven schoonmaken. Dan hebben we het hele huis weer schoon. De was hoeft niet te doen, die heb ik gisteren dus gedaan. En dan gaan we zien wat we vandaag gaan doen, hè? Ja. En dan hebben we weekend. Hè, ik heb boven zo goed als alles schoon. Ik moet alleen nog even stofzuigen en... eigenlijk alleen stofzuigen. Maar ik heb de badkamers even een goede beurt gegeven. En de meisjes hebben lekker een beetje gespeeld, hè? En Sim heeft ook even boven met de Lego gespeeld. Dus dan hebben we boven weer alles schoon. Dus alleen nog even stofzuigen. Moet ik trouwens dat hele huis nog even. Dus doe beneden zo even stofzuigen, boven stofzuigen.
En dan hebben we het huis weer schoon voor het weekend. Vind ik altijd lekker. Dan ga je er gewoon alles schoon hebben. En dan hoef je het weekend daar gewoon niet naar om te kijken. Oh, lekker eitje voor de boys. Lekker tosti. Lekker, lekker. En voor de meisjes heb ik hier broodje pindakaas. Nou, ik kwam net een heel leuk pakketje binnen. Namelijk deze fiets van Bobike. Deze loopfiets voor de meisjes voor straks. Ik deed mee aan een winactie op Mama Plaats, waar ik blog. En ja, dan kon je deze loopfiets winnen. En ik heb hem gewonnen. Superleuk. Ik kreeg een aantal dagen geleden een berichtje dat ik had gewonnen. En nu is hij dus al thuis. Ik heb een roze besteld. Echt helemaal leuk. Ik zal hem even uitpakken. Daarna is snel in de doos, want voorlopig kunnen ze het toch nog niet op. En als ze zo'n beetje kunnen lopen en dat ze ook op een fietsje kunnen, dan haal ik hem wel tevoorschijn. Maar nu kunnen ze toch niet zoveel mee. En de jongens die hebben een eigen loopfiets, dus die hoeven er ook niet op. Maar ik zal hem eens even uitpakken. Dit is hem. Echt super handig. Je kunt hem echt heel makkelijk meenemen. Je moet wel schroefjes in, maar dit wiel kun je zo onderheen klappen. Deze haal je er heel makkelijk uit. Ja, super mooi. Mooi kleurtje. Heel blij mee. Yes, dit was hem dan weer de weekvlog. Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet te abonneren, want er komen elke week abonnees bij. Dat vind ik super leuk. En we gaan natuurlijk voor de 1000 abonnees, want dan geef ik iets leuks weg. Daar zijn we al bijna, dus helemaal leuk. Geef even die like en laat even een reactie onder wat je van deze weekvlog vindt. En dan zie ik je graag bij de volgende. Doei!